Ah, Romeo, je hebt de band al een aantal keer omgehad, maar je bent nu officieel aanvoerder. Hoe is dat? Nou, je zegt het goed eigenlijk. Ik heb die band al vorig seizoen en ook de voorgaande seizoen zelfs al een paar keer omgehad. Dus op zich is dat niks nieuws. Maar nu, ja, het enige wat is dat je eigenlijk plaatsje bent opgeschoven naar de eerste aanvoerder. Dat is wel leuk. Maar wat ik zeg, meer is het ook is niets nieuws of zo. Voel je meer verantwoordelijkheid nu? Nee, zeker. Zeker niet. Want ik ben hetzelfde als voorgaande jaren en zou ik ook zo blijven. En er verandert helemaal niks aan. Is het een voordeel dat je een beetje een warming-up hebt gehad met die band als tweede aanvoerder, derde aanvoerder, dat je een beetje weet van hoe het werkt? Ja, misschien wel wat je zegt, want voor mij is het gewoon hetzelfde als vorig jaar. En ik had hem toen Thomas er niet bij was, heb ik hem ook heel vaak omgehad. En nu, ja, of het een voordeel is. Volgens mij doen mensen altijd iets te overdreven over die band. Ik bedoel, het is gewoon één iemand moet die band om hebben. En we zijn gewoon met een groep ouderen die de boel proberen te regelen, laat ik het zo zeggen. De reden dat ik het vraag is dat Roland Alberg had hem nooit om. Toen werd hij aanvoerder en toen is zijn spel aanzienlijk minder geworden. Dus die had wel degelijk last van de druk. Ja, je weet niet of je kan natuurlijk niet meetbaar maken of het daaraan lag. Maar ik hoop dat het bij mij niet het geval is in ieder geval. En wat dat betreft heb ik vorig seizoen met die band ook wel mindere wedstrijden gespeeld. Dus ik hoop dat voorbij is. Die lijn trek je niet door. Ja, dat gaan we niet vanuit, nee. Je opent tegen Go Ahead Eagles. Is dat een concurrent van jullie? Nou, concurrent, dat weet ik niet. Ik denk, zoals iedereen al zegt, dat er gewoon heel veel clubs zijn die dicht bij elkaar zitten. Net als voorgaande jaren. En ze zijn gepromoveerd. Ze willen waarschijnlijk weer onbevangen de competitie ingaan. En wij moeten gewoon eens zorgen dat we een keer een goede start gaan maken. Nu hoorde ik vorig jaar mensen zeggen, ja, we beginnen tegen een goede club, dat is lastig. Nu begin je tegen een promovendus dus en dan hoor ik ook mensen zeggen, ja, dat is lastig. Wat vind jij? Nou, ik vind het lekker dat ze sowieso thuis spelen. Dat is ook wel eens anders geweest. Ik denk, ja, je kan het pas achteraf zeggen natuurlijk. Kijk, als je verliest en is het slecht en dan verlies je gelijk van de promovendus. Dan gaan mensen weer roepen dat niks gaat worden de hele seizoen. Dus ja, we gaan er gewoon uit dat we 3 punten gaan pakken thuis tegen de Eagles. Je vult hem wel al snel in als je verliest dat mensen zeggen het gaat niks worden. Ja, inderdaad. Maar dat is voorbarig op eerste wedstrijden. Maar goed, daar gaan we ook sowieso niet van uit. Dus daar wil ik ook niet aan denken. Neem je het gevoel van de voorbereiding mee? Of zeg je van na voorbereiding ja, veel wissels, het is allemaal zo half-half? Nou, je neemt natuurlijk wel gedeelte mee. Ik bedoel, natuurlijk speelwijze hoe we de voorbereiding gespeeld hebben. De resultaten, een stukje zelfvertrouwen dat we weinig hebben weggegeven. Natuurlijk niet altijd tegen de sterkste tegenstanders. Maar ja, ik vond dat we weinig hebben weggegeven. Ook tegen de betere Turkse en de Griekse top. Dus ja, wat dat betreft geeft dat zelfvertrouwen voor de competitie. Maar het is natuurlijk wel. De spanning komt er nu bij kijken. Het gaat nu echt beginnen. Dus het kan een beetje alle kanten op. Zijn de 11 die morgen starten beter dan de 11 die vorig jaar rond dit tijdstip starten? Oeh, dat is een lastige vraag. Ja, ik denk dat we als team verder moeten zijn, omdat het groot gedeelte natuurlijk gewoon hetzelfde is gebleven. Dus wat dat betreft moeten we stapjes hebben gemaakt. Maar goed, dat gaan we ook weer zien morgen. Je moet ook stapjes in je taal gemaakt hebben. Ja, maar ik spreek alle talen, dus dat komt wel goed. Ja, ook een beetje Litouws? Ja, hij kan gelukkig goed Engels. Dus dat betreft, ja, voetbaltaal is. Ik bedoel, een beetje met de handgebaren, dan kom je al een heel eind, in mijn geval gelukkig. Tot slot tegen Go Ahead Eagles linksback of linkshalf? Kan alle kanten op. Ik bedoel, de trainer heeft me gebruikt in het middenveld en achterin. Dus hij weet dat ik op beide posities uit de voeten kan. Dus dat gaan we ongetwijfeld morgen zien. Zeg je gevoel? Ja, dubbel. Ik heb ook veel middenveld gespeeld, maar ook achterin. En op training ook allebei. Dus ja, ik ben benieuwd welke keuze de trainer gaat maken. Wat wil je zelf? Ja, dat laat ik even in het midden. Waarom? Je doet er altijd een beetje geheimzinnig aan. Je kan toch gewoon Nee, zeggen linksaf of linksback? ik heb altijd gezegd, ik ben middenvelder. Ik heb natuurlijk nu 3 jaar lang op linksback gespeeld. En op die positie wilde ik me ook ontwikkelen. Maar ik moet zeggen dat in mijn voorbereiding is ook heel goed bevallen om weer even lekker op middenveld te ballen. Dus ja, het is een beetje 50-50. Nou, maar hopen dat hij kijkt. Ja, inderdaad. Ik denk dat hij de keuze wel gemaakt heeft al. Dus.